Het is erg belangrijk dat studenten zich goed voorbereiden op het werkveld. En we zien in het werkveld natuurlijk een enorme verandering. Dat mensen echt gebruik gaan maken van een elektronisch dossier. En het lijkt me ook logisch dat je daar studenten dan goed op voorbereidt. Er is een project ontstaan hier in de regio. Een samenwerkingverband tussen het ROC A12 en de CAE. Samen met het ziekenhuis Gelderse Vallei en Opella. We hebben een ECD in huis. Het grappige was dat studenten daarop reageerden zo van ja, dat is toch doodnormaal. Nu we dit binnen hebben, ja, er ging eigenlijk een wereld voor ons open. Niet minder belangrijk was dat IKEA zelf ook met de hogeschool in zee wilde. IKEA durfde dat ook aan om dat met ons te gaan doen. Dus daar waren we heel blij mee. Onze ervaring is dat studenten wel wat beter zicht krijgen op dat ze met een patiënt aan het werk zijn in plaats van met een casus. Omdat ze met elkaar rondom één ECD gaan staan, zie je ook dat het samenwerken en het werken in teamverband ook meer gestimuleerd gaat worden. Toen IKEA inmiddels in huis was met Oma Assistant, ben ik er eigenlijk alleen maar heel blij van geworden. Omdat hoe IKEA dat in zijn software-systeem heeft uitgewerkt, heeft me eigenlijk ook nog goed geholpen om het Oma Assistant ook echt goed te begrijpen. Ze hebben een heel korte introductie over Oma Assistant als ze met het EPD gaan werken. En eigenlijk pakken ze het intuïtief heel makkelijk op. We vinden wel als docenten dat we daar wel wat meer onderwijs in moeten gaan geven. Omdat het nu alleen blijft bij een kunstje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Studenten moeten geen kunstjes leren. Maar als ze goed snappen dat het verpleegkundig proces gewoon een cyclisch proces is. Kunnen ze eigenlijk Oma Assistant al heel makkelijk toepassen. Het was een realistisch dossier. Het is echt een echt werkend dossier. Zoals ze studenten in de praktijk ook tegen zouden kunnen komen. Ik vind echt dat je aan het dossier kan zien dat er heel erg veel tijd en ontwikkeling in is gestopt. Dat er aan zijn liefde ingestoken is. Dat is heel duidelijk gewoon zichtbaar aan het product.